Onze tijd is veel bijzonderder dan we denken, omdat twee ogenschijnlijk geheel tegengestelde beelden van de werkelijkheid elkaar meer en meer naderen. En dat kan niet anders dan een enorme mentaliteitsverandering tot gevolg hebben. In deze serie afleveringen hebben we leren zien dat tijd en ruimte niet zijn wat we denken. Ze zijn relatief. We hebben ook gezien dat er andere werkelijkheden zijn waarmee we in een creatieve uitwisseling kunnen staan. En bovenal hebben we gezien dat jij en ik in essentie één zijn. Een millennia oude wijsheid die door nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen is herontdekt. Of zoals wetenschapsjournaliste Lynn McTaggart schrijft in haar boek Het Veld. Op het meest elementaire niveau zijn wij geen samenstel van chemische reacties, maar een concentratie van energie. Mensen zijn, net als alle andere levende wezens, een samenballing van energie in een energieveld dat met alle andere dingen in de wereld verbonden is. Is dit eigenlijk niet precies hetzelfde als in de boeddhistische sutra van de parel? Als je dat werkelijk tot je door laat dringen, zie je dan hoe belangrijk liefde is? En nog veel belangrijker, liefde voor jezelf. Wees lief voor jezelf en hou van jezelf zoals je bent. Want de liefde voor jezelf is in essentie geen egoïsme, maar juist een geschenk aan de wereld. Vanuit de eenheidsgedachte geef je met de liefde aan jezelf namelijk liefde aan alles en iedereen. Dus waar wacht je nog op? Omarm jezelf.